Wij gaan Pastor Jerome even opzoeken. Daarvoor ga ik daar eerst een vervoersmiddel ophalen. Redt Nana dat vanaf die afstand? Dat denk ik niet. Nee. Twee gasten gered. Beetje looten. Oh, het klinkt als een beer. Het is een beer. Oma. Opstaan. Kalkoenen. En het enige wat ik wilde was een vervoersmiddel. We got some bad apples over there. Be there in a jiff. Ik hoor nog een beer. De supply drop nemen we mee onderweg. Dan pakken we die motor mee. Dan gaan we Pastor Jerome eventjes ophalen. Die bevindt zich daar. Kom mee, Nana. Kom. Instappen. No Miss Daisy comments, you hear? Instappen en wegwezen. Pastor Jerome, een OG uit Far Cry 5. Oh yeah, I still got it. Hij is hier in de silo. Hij zit hier boven. Ramon's lookout.
Nou, degene die we zoeken is toch echt niet Ramon, maar Pastor Jerome. Is hij niet hier? Hij is niet hier. Oh, hij is hier gaan staan. Het is niet Pastor Jerome ook. I need to talk to you. Thanks for bailing me out of a jam. But me and Pastor Jerome have been attacking convoys and freeing prisoners for a while now. But this time, everything went sideways. We took out a truck but got blindsided by some highwaymen. They captured Jerome. Ah. I barely managed to get out alive. The Lord knows where they've taken Jerome. There might be a clue in the truck we took down. It's not far from here. Jerome comes home. I'm gonna die in extreme comfort. Hold it, never gonna die. Okay, I'm ready. Reach the convoy crash site. Find clues. Zoals een briefje. Crazy preacher with a shotgun. Liberate Jerome. Het is moeilijk in het bos. Nee! Ben ik te laat? Reach Ryan Daughter Aviation. Gaan we een vliegtuig doen? Vliegveld van Nick. Die inderdaad aan het einde van Far Cry 5 besloot dat het Ryan's sons, Ryan's daughter moest worden. Omdat hij dus Carmina gekregen heeft. Waar ben je? Je loopt aan de andere kant van de wereld. Kom samen. Nee, pak hem.
Oui. I'm quiet. I'm with you. Fuck him. They're mine. They won't be squealing anymore. Oh, I'll take them out. That hoodlum's in the dirt. Die sawblade weer doorgeswitcht naar andere mensen. We krijgen een perk point voor iedereen die je redt. Ja, dat is het. Kom Jerome. Meekom. Let me introduce myself properly. Jerome Jeffries. Most folks call me Pastor Jerome. Appreciate what you've done here. Ik zag het jou, hè? We have an instinct for helping folks. That's usually my calling. Mickey and Lou won't stop until they've bled Hope County dry. And they don't care about who they crush in the process. We need people to stand up to them. I'd follow someone like you. If you're looking for an ally, you found one. Jerome comes home. Completed. Kijk, een nieuwe ally erbij. Een shotgun man. I can't understand people like Jerome. Where's the benefit in trying to save people? You gotta work for your own self. That's what Pops taught us. Nou, Jerome gaat er vandoor. Hier is nog iemand die informatie heeft. Dan kunnen we daarna toch uiteindelijk op zoek gaan naar Joseph C. The highwaymen went and put a chop shop on top of an old ghost town. That place runs on ethanol that we could use for prosperity. Go fuck 'em up, Cap. Oh ja, outpost. Nee, we gaan in de volgende video naar boven. New Eden's Secrets. Heb ik daar nog een fast travel in de buurt? In Garden View Desert. Ja, daar gaan we naartoe. Garden View Desert. Om daar vandaan te kijken of we Joseph Seed kunnen vinden. En of hij ons wil helpen, want ja, dat weet je ook maar nooit. Hier staan ook auto's. Die kunnen we gewoon meenemen. Gaan we in de volgende video doen. Dus graag tot dan. Joejoe.